Pokémon heeft problemen met glitches en dan is dat in het verleden eens vaker gebeurd. Want ik weet nog dat ik vroeger, volgens mij bij Gold en Silver of zo, dat je ook in je box dingen kon kopiëren met Missing Number en Missing No en zo. Dat was al met uh, uh, blauw ja, en rood. Ja, ja daar ja. kon je de, de clone glitch doen, dat je unlimited uh, rare candies en zo had. Mm -hmm. Maar je kon ook in een latere kon je gewoon in je Pokémon PC kon je de uh, Pokémon klonen en dat kan nu weer. Um, het is echt te simpel voor woorden. Ik ga niet uitleggen hoe het moet. Als je dat wil weten, dan uh, heb jij vast een manier om erachter te komen. Maar het is nu zo dus dat je niet alleen je gewone Pokémon kan kopiëren. Maar je kan ook jouw Pokémon shiny maken. Ja. En dat vind ik eigenlijk het ergste. Ja. Weet je, kijk, jij, jij bent een shiny hunter hè. Dat is het verschil. Ik niet. Dus dit is een heel interessant punt om het over te hebben. Want jij gaat echt dedicated. Ja. Om een Shiny te vangen. Ja. ik zou zeggen, ik kloon ik hem en ik heb uh, de Shiny die ik wil. Ja, maar. De, ja, maar de... ja, snap je? Ja, al... Oké, okay. als eerste, je kunt bij die zo'n soort, soort Shiny glits... kun je dus alleen gebruiken bij Pokémon die evolueert. Dus het zou mm -hmm. niet kunnen bij een Raquaza. Dus daar moet je alsnog, voor zover ik weet. Uh, gewoon resetten. Dus je reset 25.000 keer je game. En dan hoop je dat je ergens in die 25.000 keer een Shiny Raquaza tegenkomt. Maar kan je niet hard zeven? Jawel, je doet een hard save oh, voor okay. en dan doe je een hard reset elke keer als je ja, de encounter start. precies. Oké, okay, ja. Yeah, yeah. uh, en dat is zeg maar de meer klassieke manier van shiny hunten. Zo kan je ook je shiny starter krijgen. Um, wat ik ook heb gedaan is dat je aan het, na het verslaan van de elite voor, kun jij shinies krijgen door de poker radar te gebruiken. Dan ga je een, een stukje gras staan, je zet die poker radar aan... en je loopt naar het gras en dan moet je uh, 40 keer achter elkaar doen... zonder dat die chain breekt, zeg maar. En je hebt 7% kans dat het fout gaat. Dus ik had letterlijk drie dagen nodig om een shiny Ralts te krijgen. Jesus. Maar die heb ik wel. En een shiny shinx heb ik nu. Uh, en dat is zeg maar een soort grind manier. Dus dat is... Legaal, en makkelijk. 40 encounters is niet het einde van de wereld, zou ik zeggen. Nee. nee, het is alleen heel frustrerend als je op 38 zit en je denkt: ja, en dan zie je geen gras meer bewegen En dan is het dus, ja, begin weer opnieuw. Oh, dat is wel een beetje Maar hoeveel? Maar de, dus je ziet gras bewegen, kan je het dan niet zeven en dan weer. Nee, want dat, dat, dat werkt niet. Dan breekt hij ook automatisch. En als je uit het gras loopt, breekt hij ook. Of. Uh... Nee, als je, je hebt gewoon kans op elke encounter, zeg maar, die je hebt. Heb je een bepaald percentage kans dat het... Dat het dat oh, gewoon. oké, okay, zo zo. ja. Maar je, hebt niet, maar je hebt toch ook eentje dat ze wilt dat je ze ziet rondlopen. Al heb jij de, uh, de elite voorverslagen en je hebt die decks gecomponeteerd. Ja, de en dan krijg je toch ook dat, dat je ze ziet lopen in het gras, of niet? Nee, nee, nee. Dat, nee, dat is dus die radar. Dan schudt het gras. Je ziet Oh, het, het gras schudden. Ja. Oké, okay, ja, dan weet je het niet. Nee, ja, dat nee is, en dat je, je ziet lopen. dus wel... Als het gras schudt, heb je ook gras dat schudt met uh, zo'n shiny effect, zeg maar. Dus ja. van die sparkles. En dan weet je, oh, hier zit een shiny. Dus daar kan je dan inlopen. En dan is hij ook shiny. Um, dat zijn de legale manieren. En je kan dus ook illegaal, zeg maar. Of nou ja, illegaal. Als er een glitch ik echt in zo, zit. Alsof je alsof je games aan het downloaden bent of zo. Ja, illegaal. Als, ja, maar ja, als er zo'n glitch in zit, is het dan illegaal. En dat is denk ik een beetje het probleem. Omdat heel veel mensen gaan nu al hun... Uh, Legendarys kopiëren bijvoorbeeld... dus straks als home beschikbaar is... Mm -hmm. je kan in deze Pokémon... kun je alle legendaries krijgen, tot nu toe. Mm -hmm. En in... Als dat... De, als dat dus met home wordt geconnect... krijg je straks dat iedereen... die dumpt al zijn legendaries... In, daarin, snap je? Dus dat wordt... de waarde van je legendary... en zelfs ook je shinies wordt gewoon zoveel minder daardoor. Ja, maar de waarde, wat is de waarde? Snap je ja, het, het is toch tof ja, om maar... te kunnen flexen ja. dat je een shiny hebt gevonden... Nee, dat wel, maar ik bedoel, het is niet dat je zegt van oh, dit is vijf euro waard en dan wordt je nou twee euro waard. Nee, dat is waar. Snap je? Zo denk ja. ik er meer over. Van mensen die maken hier denk ik een iets te groot probleem van. Het is een esthetisch dingetje in de in game. Ja. ja, maar het is toch, ja. Ja, maar ik, ik vind het wel vet. Ik heb dus nog nooit, ja, ik heb ooit één keer in Sword and Shield kwam ik toevallig ook een shiny tegen. Ja. Gewoon puur mazzel, zoals dat kan gebeuren. En nu kun je er echt voor grinden, zeg maar. En dan is het vet, van ja, ik heb er zoveel tijd in gestopt. Misschien een beetje vergelijkbaar met een MMO. Ja, ik heb er ja. zoveel tijd in gestopt om te kunnen laten zien: van kijk, mijn epische shiny Ralts die ik nu heb. En straks is er iemand die ook eentje heeft, die kopieert die 28 keer. En die zegt: Ja, kijk, ik heb een hele box vol shiny Ralts. Ja, dan denk ik echt van ja, dat doet een beetje af aan de moeite die ik heb gestopt. Dat is een beetje pijn. Ja, dat pijn. steekt het een beetje. Gewoon een beetje. Aan de andere kant denk ik, had ik dat maar nee. Maar ik heb hier wel een belangrijke ja? stelling uit de Twitch chat ja. van uh, Funky Boy. Exploiten is een single player game. Exploiten is in een singleplayer game niet zo'n ramp, toch? En dit, dit vind ik dus ook. Mm -hmm. Het is niet het einde van de wereld. Nee, 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 dat is waar. Omdat nee, dat is zeker waar. Uh, als ik kijk, als ik een MMO, als iemand een exploit heeft om een wapen inderdaad. Mm -hmm. dat meer damage doet te pakken, dan denk ik wel van. Ie, dat is ja. wel een beetje naar. Maar hier denk ik gewoon van. ja, weet je, het is, het is leuk voor de Instagram om te laten zien. Kijk, ik heb een shiny. Uh, weet ik het. Uh, het, het Pokémon. Ja, maar, maar het grote verschil is wel dat jij bijvoorbeeld. stel, jij, hebt, uh, jij kan Palkia krijgen, toch? Ja, ja, ja. ja, ja. De, jij kan dus, jij kopieert je Palkia en dan ruil je voor een Dialga, wat normaal niet kan. Dat wacht ervoor, stel je wat Dialga? Stel, ja, Dialga is zeg maar de, de legendary van, van uh, Diamond. Ja, ja, ja. Die heb ik. Mm -hmm. um, stel, je kopieert die en dan pak je de Palkia ervoor terug. Dus je zegt van, op het internet zijn er gewoon heel veel groepen waar je die gewoon kan ruilen. Dan zeg je van, ja, ik heb Palkia, ik wil een Dialga, wie wil ja, ruilen met mij? Klopt, ja. En zo kun je dus wel uh, letterlijk alle Pokémon krijgen zonder dat je daar iets voor. Kwijtraakt of Pokémon Home ja of, en Pokémon uh, ja. Home is helemaal heftig als dat zakt erin komt, dan is het niet meer een single player game. Eigenlijk, nee, klopt dan is het wel meer ja, maar dan is de is meer online. Maar dat is, ja. dat is al ook al online, alleen kan je het dan met je mobiel doen. Ja, ja, maar je kan daar niet. Ja, aan de andere kant heb je natuurlijk ook Pokémon Go die ram vol zit met uh, met met ja, alle legendaries en dat soort dingen. Ja, dat is ook zo. Want als jij weer terugtrekt naar Sword en Shield, kun je ook alle legendaries krijgen op die DLC. Ja, dat is waar, maar je kunt ze niet. Kopieer dat je de 40 hebt? Dat niet. Maar je kan daar ook wel weer zeggen: van ik gebruik mijn shiny charm als je die zou hebben. Ja. En ik ga gewoon honderd keer die ene den runnen mm -hmm. om hem shiny te krijgen. Ja. Dus je kan. in feite, het farming systeem zit er wel in waar we het net over hadden, mm -hmm. wat je ook aanhaalde. Ja. ja. Ik, ik vind dit een beetje een dubbel ding. Ik snap wat jij bedoelt. Mm -hmm. Maar. Ja, ik, ik hecht niet zoveel waarde aan. Zijn. Het is leuk om te hebben. Ik heb ook in mijn Pokémon Home bijvoorbeeld ook een shiny studio voodoo zitten die ik heb gevangen met Pokémon Go. Ja. Nou, ik vind die kleuren heel leuk, mm -hmm. maar ik weet ook wel zeker dat als ik hem kan oversturen, dat ik dat ga doen. Ja. En, ja snap ik ook wel. Maar dan is het ook niet dan is het niet dat ik zeg van oh, maar ik heb 40 en gehad. Nee, <laughs> ik zal hem gewoon één keer op die ja. op die Pokémon Go shit en ik deed wop en ik had hem, weet je wel? Dus dit is en dan is misschien niet het echte, echte shiny aspect ervan. Maar ik heb wel die ene gekke kerstboom gekleurde Sudowoodoo heb ik, zeg maar. je <laughs> gekleurd? Ja, hij is groen hoe, en rood. Hoe episch zou het zijn als het echt een kerstboom zou worden als hij shiny Zo. is? Dat zou echt hilarisch zijn. Nog een extra vorm, e evolutie. Uh, Christmas tree Sudowoodoo. Ja, top. Ik ga even ook uh, naar de chat. Even kijken nou, of we hier nog uh, alleen maar weer Dark Souls metaforen hebben. en vragen. Hoeveel souls heb je nodig voor, souls heb je nodig voor een shiny? ik durf te vragen. Zegt, vraagt Bob. Bob is onze Dark Souls speler. Uh, Shiny is net zo moeilijk als Dark Souls. Uh... <laughs> nee, dat is niet waar. Voordat niks toch zou gillen in de chat. Ja, die wordt boos als ik dit zeg. Uh, nee, goed, het valt mee. Um, ik, vind, ik denk dat ik het vooral jammer zit dat het er gewoon in zit. Dat, dat mensen binnen een week hebben gevonden uh, dat het niet klopt. Net als bijvoorbeeld dat je in die sneeuwgym. Je moet er nog heen. De Sneer kun je cheaten omdat je diagonaal kan lopen. En dat kon oh. in de originele niet. Dus als nice. je diagonaal loopt, dan hoef je die hele puzzel niet te doen. Dan loop je in één keer naar de, naar, naar de gymleader toe. Wat? Ja, dat soort dingetjes zitten er allemaal dat in. Is zo bizar. Dus het is gewoon deze game, echt, ik vind hem echt fantastisch. Ja. Echt, ook vooral uh, als je de national decks hebt uh, vrijgespeeld, wat er dan allemaal nog mogelijk is met Remnas Park en zo. En het is gewoon zoveel groter dan je eigenlijk dacht ik denk is dit nou groter dan Sword and Shield voor mijn gevoel is het heb ik meer te doen hier ja het is een het weet je ik zag op Reddit een goede vergelijking bij Sword and Shield word je zeg maar lineair aan je hand genomen we gaan nu hierheen Kom, ja. we gaan daar kijken en hier moet je zelf ontdekken waar je heen gaat en ze hebben het wel wat makkelijker gemaakt door gewoon op de minimap kun je gewoon nog steeds met een vlagje zien daar moet je heen maar als jij even van die Route afwijkt, word je wel uitgedaagd uh, om dat te doen. omdat er gewoon nieuwe items liggen, bijvoorbeeld. of een Pokémon die je anders nooit tegen zou komen. Uh, dat soort dingen vind ik wel heel vet. Je hebt ook die Unknown Cave. Ik weet niet of je daar al bent geweest. Ja, nee, maar... ik heb het wel gezien voor de video. Video's ja. staan allemaal op YouTube met allemaal handige guides waar Nick heel veel bloed, zweet en tranen heeft gestoken. En de laatste video hebben we allemaal aan bijgedragen, ja, denk dat ik. Is wel, jij, ja. jij hebt opgenomen en ik heb geëdit. En Nick heeft de Voice gaan En ook opgenomen. Dus heel, mooie mengelmoes. Echt een super goede video. Kijk hem op YouTube. Top. Maar in ieder geval, <laughs> wat door met dat verhaal. Maar je hebt dus zoveel van die zijdingetjes die je. kijk, omdat ik die game zo vaak heb gespeeld, um, het origineel. Weet je gewoon hoe je moet lopen, en dan ren je er heel snel doorheen. Maar als je even een stapje terugneemt. en ook een keer rechtsaf gaat waar je eigenlijk rechtdoor moet. kom je dus bijvoorbeeld die hele Unknown Cave tegen. Dat kan je in principe overslaan als je het niet weet. Ja. En dat, dat vind ik heel vet aan een Pokémon-game. En dat mis je ook heel erg bij Sword and Shield, vind ik. Daar heb je dat helemaal niet. Dus eigenlijk, wat ik eerst zei, is dat dit de kiddie game was. Dus het is eigenlijk verkeerd. Sword and shield is meer de kiddie game. Ja. En dit is meer de. de ja, ja de, de, vooral de als je straks voorkomt. bij de Elite voorkomt. Dat is echt de, 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 de baas. Je hebt altijd, zeg maar, Elite voor en dan de baas. Nou, en die baas. ja, ja dat is echt niet leuk. Nee, ik heb het wel dat, al uh, gehad, als ik die, die vergelijking zou trekken met Jim. Mm -hmm. Leaders alleen, al. hier moet je wel een beetje beter ja. opletten. Want ik weet nog wel toen ik in uh, een shield speelde, dat het gewoon was, oh, dit is een, dit is een watergym. Yep. Ik zet gewoon een elektrische Pokémon in. Ik yep. klaar hem gewoon met twee vingers in mijn neus. Dat heb je hier niet. Yep. Nee. nee, klopt. En het meest vet is wat, wat ik nu heb. Als je de, je National Decks hebt, dan komt die eerste gym leader naar je toe en die zegt, ja, de eerste keer deden we rustig aan. Dus je kunt ons nog een keer uitdagen en dan hebben ze een, een nieuw team um, met echt level 70 Pokémon of zo. En dan kun je ze dus nog een keer gaan. Met, nog een keer tegen vechten. En oh, de ja, elite voor ook nog een keer. En dan kom je nog een keer tegen die baas. En die heeft een level 88 uh, uh, guard Nee. <laughs> Helemaal geoptimaliseerd met alle EV's en dat soort dingen. Oh, ja. ja, ja, ja. Shit. En uh, nog even één dingetje ja? tussendoor. Het laatste om het ja? af te sluiten van Pokémon. We hadden het een keertje over DLC. Ja. En toen zeiden we van ja, dat, dat, jullie van, ja, dat gaat waarschijnlijk dat niet gebeuren. Mm -hmm. Maar er is, er is dus wel een nog een extra DS-game uitkomst, Ultimate versie hiervan, toch? Ja, Platinum bedoel ik. Ja, zit daar nog content in die in deze game verwerkt kan worden... Nou, volgens mij niet, niet op die manier, maar wat ze nu een beetje rondgaat is dat ze uh, met events gaan werken. Oké. Okay. Dat je bijvoorbeeld een Pokémon kan vinden uh, die ze er laat die, die in principe er al een soort van in zit, maar moet gewoon even een event aanzetten en dan kun je die tegenkomen. Oh, dat is wel dik. Ja. Volgens mij is het met Shaymin, geloof ik. En het gerucht ge ging ook dat er al een een camera is voor uh, Arceus bijvoorbeeld. Nou ja, dan zou je weer heel makkelijk een linkje kunnen maken met Arceus uh, le Pokémon Legend Arceus die volgend jaar uitkomt. Wat? Mij geen gekke gedachte lijkt eigenlijk. En wat zij er nou van vinden als je als de Pokémon Company dit soort dingen uitbesteedt? Oude remakes. Maar dit is uitbesteed? Ja, dat, nee, dat weet ik. Ja, maar ja. dat ze dat blijven doen. En dat je dan dus één keer misschien een remaster krijgt. Ja. Één keer een vol 3D-Pokémon met, met wat Arsenis ja, gaat ja. worden in feite. En dat je daarna weer bijvoorbeeld, zeg maar wat uh, Sol Silver een remake krijgt, of uh, ja. misschien wel iets anders. En dat je daarna weer terug gaat naar weer een. Ja, ligt er een beetje aan hoe ze dat doen. Ik zou dit, ik vind dit echt top. Ja. Uh, waar, het, waar je eigenlijk stiekem op hoopt is natuurlijk dat je ooit een keer bijvoorbeeld uh, Sun and Moon remake krijgt. En dat je daarna vanaf dat de vol een volgend gebied in kan. Wat uh, Sol, uh, Sol Silver en zo hadden. Ja. Uh, en Gold en Silver sowieso. Dat je daarna, oh je kan nog naar Kanto. Dat je denkt van wat? Ja, dat was dat echt, zou ziek, echt ja. Dat, ja. Dat zou ik echt, daar hoop ik stiekem nog steeds op. Maar ik ben bang dat het niet gaat gebeuren omdat het... Dit ook bewijst dat als jij een remake maakt van één bepaalde game, dat het gewoon heel goed kan werken. Ja, het loopt als een trein. Loopt Wat loopt echt als een trein. Wel zou willen zeggen: is: ik hoop dat ze bijvoorbeeld de volgende soort in shield. Dus de, de, een core game. Ja. Het mag best in deze stijl. Op deze moeilijkheidsgraad ook. Ja, vind ik ook. Ja, ja. Ik, ik, vond, ik vond het te makkelijk, soort de shield. En het was, ja. echt, uh, ja, dat ja. was ook echt te makkelijk eigenlijk. Moet ik heel eerlijk zeggen. En ik vond, ik, dat is één ding waar ik <laughs> zo blij om ben. Dat het stomme Dynamax er niet in zit. Want daar zat zoveel tijd in met een battle. Gewoon, dat je een minuut moest besteden om te kijken hoe een Pokémon groot werd. En <laughs> dan echt van. Oh ja, dat, okay, dat is weer een minuut van mijn speeltijd. Hoe, ik speel dus wel ook zonder uh, de animaties. Kan je dat? Uitzetten. Ja, dat kun je uitzetten. Want anders ben je een half uur bezig met animaties kijken in een gevecht. Ja, dat was echt zo. Ja. Ja, dus ja, maar, ik wist niet dat je eruit kon nee, je kan ook In deze kun je ook zeg maar, je gevechtsanimaties gewoon uitzetten. Wow. Je moet je, je, je tekst op snel zetten. Ja, dit, ja die heb ik ja, wel. Uh, je battle staan op, op, uh, op switch. Dat je dus kan wisselen als je een uh, keoot. En dan je uh, animaties van de aanvallen zet je gewoon uit. Maar die kan ook in Sword Shield? Zet, kan dat ook? Ja, volgens mij wel. Dat, uh, dat zo ik, ik, ik zou het gek vinden als het niet kan. lijkt ja. het ook, uh, goed. Okay. Ik denk uh, dat we genoeg hebben nou, We hebben, oude, we hebben ja? nog één, uh, één dingetje voor Frank. Nog eentje, ja. Arkje ziet er in mijn opinie... Echt slecht uit. Ik denk niet dat het een hele grote verandering zal zijn. Open zo is prima, maar de combat ziet er nog altijd identiek uit met vier keuzes. Eh... Volgens mij is de opzet een beetje zoals bij uh, Monster Hunter, toch? Dus dat je, het lijkt heel groot, maar het is gewoon een afgesloten gebied. Ja. En de combat is inderdaad identiek, maar daar doen ze wel een um, nieuwe mechanic in dat je met rapid strike, volgens mij, ik weet niet of het zo heet. Dat, je kan, je dat kan verschillende uit, uh... aanvallen, Ja, dat ja dus je kan snelle aanvallen of krachtige aanvallen doen. Ja. En als je dan dus een snelle aanval doet, dan kan je bijvoorbeeld twee keer achter elkaar aanvallen in plaats van dat je om en om steeds doet. Dus dat is wel uh, anders. Maar Verder is het nog even afwachten wat die game echt gaat doen. Ja, de tijd zal laten zien. Wat ja. je ook natuurlijk niet. Kijk, het kan nog zijn dat ze over uh, drie maanden een trailer droppen. Dat het opeens hartstikke slik uitziet. En uh, dat de graphics misschien iets beter zijn. Als het er maar beter uitziet als die Ching uh, die, die Ling of zo, die dan met. Twee fps zo op en neer, bewogen oh, oh, ja, dat was echt treden, niet oké. Okay, ja, dat je echt, zeg maar, zag hoe die, hoe die sprite was gemaakt. Dat was echt nestig. Maar hetzelfde niet geval niet. met deze game, toch? De eerste trailer zag er iets lelijker uit dan dat het nu is. Ja, vooral. Ja, heel erg. Ja. Je hebt ook vergelijkings- uh, van de dingen van je rival. En die was die is echt, heeft een complete make-over gehad. Ja, nou, dat is alleen maar goed dan, toch? Ja, dus uh, we, we houden, we kunnen nog niet echt oordelen over wat er aan ja. gaat komen. En uh, we hopen dat het inderdaad een hele nieuwe verse adem wordt. Ja, hoop ik ook.